Je belt je goede vriendin, Fieke. Let erop dat je een beetje zenuwachtig klinkt. Hallo. Hey Fieke, met Leon. Oh. Hoe is het? Hebben we nog wat leuks gedaan vandaag? Oh, dat is ook wel iets. Hey, ik moet je eigenlijk wel vertellen, maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Maar ik ben verliefd op je. Wacht vervolgens de reactie van je vriendin af. En zodra jij voelt dat het tijd wordt om de waarheid te vertellen... 1 april! 1 april! Deze 1 april grap is een ware giller. Vraag aan de juffrouw of je even haar mobiel mag lenen. Juffrouw, er is een spoedgeval. Mag ik uw telefoon lenen? Zeg dat het om een spoedgeval gaat. Vervolgens bel je zogenaamd je moeder die in een ver land zit... Hoi mama, is het leuk in Australië? Wat het bellen dus extra duur maakt. Mama, kom eens op. Ja. Hey, hoor ik het nou goed? Bel jij nou helemaal naar Australië? Maar bij ons is het echt niet lukt. En dan begin je over koekjes en kalfjes te praten en ga je enorm veel tijd rekken. Daar is het ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de juffrouw haar telefoon weer terug wil. Bel je helemaal naar Australië? Is je moeder daar? Juffrouw, 1 april. Haha. Voor deze grap heb je stevig plakband nodig, een telefoon en een hoop lef. Plak thuis de hoorn vast op de telefoon. Zorg er vervolgens voor dat de telefoon afgaat. En wanneer je moeder hem op wil nemen, zal ze volgens mij wel heel erg zenuwachtig worden. Deze grap is voor de kinderen met een talenknobbel. Verander thuis stiekem de taal op je moeders mobieltje. Dus in plaats van in het Nederlands zet je hem nu in het Turks, Russisch of nog beter, Arabisch. En nu maar afwachten tot je moeder het door heeft. Heb jij nou ook een leuke 1 april grap? Laat het me dan weten. Surf naar jetix.nl/1 miljoen en laat je 1 april grap achter. Dan maak jij kans op 1 miljoen. Hallo. Leon, er zit een vlek. Hallo. Hallo mevrouw, het is een 1 april grap hoor.